In de categorie Sportcoach van het jaar zijn genomineerd Raymond Sluiter. De Rotterdamse coach van Kiki Bertens zag zijn pupil dit jaar doorstoten naar de top 10 van de wereld. Bertens is nu de nummer 9 en won in 2018 onder leiding van Sluiter 3 WTA-toernooien en bereikte de halve finale van de WTA-finals. Arno Havenga. Als coach van de Dames van Oranje won de Rotterdammer voor het eerst in 25 jaar goud op het EK waterpolo. Gert-Jan van der Linden, de bondscoach uit Hendrik Ido Ambacht, maakte van de rolstoelbasketbalsters van Oranje de beste ploeg van de wereld. Op het WK werd de gouden medaille veroverd.